Een lief ziekenhuis is een ziekenhuis waarbij patiënten als het ware in beeld blijven bij zorgverleners, bij mensen die daar werken, medewerkers, zonder dat de organisatie of systemen in die organisatie of protocollen overheersen. Dus een lief ziekenhuis is kort gezegd een ziekenhuis waar patiënten gezien worden. Een van de belangrijkste uitkomsten is, denk ik, van die drie promotieonderzoeken, dat we veel beter beeld hebben gekregen van hoe dat werkt in zorgpraktijken en hoe nauw het komt als het gaat om aandacht en als het gaat om de ervaring van oudere patiënten. En we hebben een heel goed beeld gekregen, denk ik, en dan heb ik het over het promotieonderzoek naar de lerende gemeenschappen van zorgprofessionals, mensen die in de gezondheidszorg werken, die zijn heel erg gewend om op een bepaalde manier te leren, getraind te worden als het ware, zich te bedienen van tips en tricks en kennis te vermeerderen en vaardigheden te oefenen. We hebben ook meer beeld gekregen in het werk dat Erik van Elst gedaan heeft over van hoe kunnen we dat nou op een veel zorgethischer manier begrijpen, dat leren. En hoe kunnen we nu begrijpen dat mensen zich ook in interactie met patiënten, collega's en in de praktijk zichzelf vormen, als het ware. En hoe leren mensen dan op een menslievender manier kijken naar patiënten. Wat ik nog leuk vind om te vertellen is dat we ook een onderzoek hebben gedaan op de spoedeisende hulp in Tilburg in het Sint-Elisabeth ziekenhuis. En daar hebben we ons ook bediend van die methode van shadowing. We zijn gewoon met patiënten mee gaan lopen vanaf het begin, vanaf hun entree op de spoedeisende hulp in de wachtkamer of in de, wat dan heet, de triagekamer, waarin de prioritering van zorg wordt bepaald. Of sommige mensen kwamen aan met de ambulance en we kregen toestemming om mee te lopen vanaf het begin totdat dat ze de spoedeisende hulp weer verlieten. En we hebben dat ook als een schaduw gedaan, als het ware. We zijn ook met die patiënten in de behandelkamertjes gaan zitten. Wachten, wachten, wachten. Komt een dokter langs, verhaaltje. Wachten, wachten, wachten. Komt nog een dokter langs. Hé, dat is een andere dokter. Al dat soort dingen zagen we, hebben we verslagen van gemaakt en die hebben we diepgaand geanalyseerd. En wat heel interessant is, uit die verslagen komt heel duidelijk naar voren en krijg je een heel scherp beeld van het werk dat patiënten als het ware verzetten om, terwijl ze in dat ziekenhuis zijn. Dus patiënten zitten daar niet af te wachten, die zitten daar heel actief te zijn. Die zitten moed te verzamelen omdat ze weten dat ze geprikt gaan worden. Of die zitten te improviseren omdat ze thuis nog allerlei zaken moeten regelen. Dus dat soort dingen die hebben we eigenlijk samengevat in in het woord opgave. Patiënten hebben allerlei opgaves, moeten werk verzetten om die opgaves op een of andere manier op te laten lossen, zal ik maar zeggen. Als je door die bril naar patiëntenzorg kijkt, is onze stelling, dan zie je eigenlijk veel meer. En wat blijkt als je met dat soort termen en met dat soort perspectieven aan de slag gaat met verpleegkundigen of met dokters, ja, dan vinden ze dat eigenlijk ook. Dan vinden ze eigenlijk ook dat ze een veel beter en breder beeld krijgen van wat patiënten doormaken. Is het dan ook mogelijk om daar beleid op te formuleren? Ja, als het gaat om menslievende zorg is het zeker mogelijk om beleid te formuleren. En dat eigenlijk toont dat het hele programma menslievende zorg, ofwel lief ziekenhuis ook aan. Want het ziekenhuis waar we het over hebben, het Sint-Elisabeth ziekenhuis, heeft daar beleid over geformuleerd. En heeft gezegd, wij vinden dit heel belangrijk. Wij gaan 5 jaar lang met die jongens en meisjes van de Tilburg Universiteit in zee. En we gaan daar onderzoek aan koppelen. We stellen ons huis open voor die zorgethici die toch heel anders denken dan menig zorgverlener. Maar het wel altijd over hetzelfde hebben. Namelijk, hoe kunnen we goede zorg verlenen voor onze patiënten. We gaan daarmee in zee. Dus dat is het begin van beleid. En na 5 jaar heeft dat ook een zekere verankering gekregen. Die lerende gemeenschappen waar ik het over had. Die hebben ook vorm gekregen in het ziekenhuis en die zijn ook uitgebreid in het ziekenhuis. Daar is beleid op gemaakt. Dus het ziekenhuis heeft gekozen voor menslievende zorg en laat dat ook zien in beleid. Dus dat is mogelijk, ja. En dat programma gaat over leren. Gaat over leren zien wat het patiëntenperspectief in de zorg is. En daar hebben we inderdaad onderzoek aan gekoppeld. Onder andere, en daar denken we natuurlijk al snel aan op de universiteit, promotieonderzoek. Er zijn 3 promotieonderzoeken aan dat programma gekoppeld. Een belangrijk promotieonderzoek is geweest het onderzoek naar aandacht.
in de zorg. En daarin staat de vraag centraal, ja, aandacht. We vinden dat allemaal heel belangrijk, maar wat is dat nou eigenlijk, aandacht? Een tweede onderzoek is een onderzoek naar lerende gemeenschappen. We hebben lerende gemeenschappen van zorgprofessionals opgezet in het ziekenhuis. Samen met verpleegkundigen en dokters en paramedisch personeel zijn we gaan nadenken en discussiëren en reflecteren, maar ook kleine onderzoekjes doen naar hoe dat nou eigenlijk er in de praktijk uitziet of waar het spaak loopt als het gaat om menslievende zorg. En die lerende gemeenschappen die zijn onderzocht door een van onze promovendi, die zelf verpleegkundige is en verplegingswetenschapper. En een derde promotieonderzoek is het onderzoek naar de ervaringen van oudere patiënten, en dan heb ik het over patiënten van rond de 80, in het ziekenhuis. Als je opgenomen bent in het ziekenhuis, wat ervaar je dan nou eigenlijk? Hoe is dat om als oudere patiënt, en dat is natuurlijk een groeiende groep in ziekenhuizen, hoe ervaar je dat nou eigenlijk om in het ziekenhuis te verblijven? En voor alle drie de onderzoeken geldt eigenlijk dat we ons bediend hebben van kwalitatief empirische methode om te kijken van wat is dat nou aandacht, hoe werkt dat in zo'n lerende gemeenschap, hoe is die ervaring van oudere patiënten nu eigenlijk. We zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, ernaast gaan zitten. We hebben ons bediend van participerende observatie voor een deel, maar ook van shadowing, een manier van observeren door als een schaduw mee te gaan kijken naar wat patiënten eigenlijk overkomt, meemaken in het ziekenhuis. Dus die drie methodes, die methodes zie je terug in alle drie die onderzoeken. En daarnaast zijn natuurlijk ook links en rechts interviews gedaan. Maar we hebben ons bediend van heel kwalitatief empirische methodes.